CrossFit Purmerend. Specialty filmpje. Edwin heeft jullie een filmpje gestuurd met de focus op Olympic weightlifting. Kai heeft jullie een filmpje gestuurd met de focus op een lower body en upper body workout programma van 3 weken. Ik neem jullie mee voor handstand walk progressions. We gaan uiteraard eerst even goed opwarmen van de polsen en de schouders. En daarna neem ik jullie mee met plank variaties, spike variaties, kick-ups, handstand holds en handstand walks uiteindelijk. Dus get ready, gaan we opwarmen. Oké, we beginnen met het opwarmen van de polsen. Handen in elkaar, we gaan 30 seconden de ene kant op. En daarna 30 seconden de andere kant. Oké, vervolgens handen op de grond. Ellebogen helemaal gestrekt. Gaan we 10 seconden met je vingers plat op de grond. Zo ver mogelijk over je vingertoppen heen. 5 seconden terug. Na 5 seconden weer 10 seconden over je vingertoppen heen. 5 seconden terug. 10 seconden over je vingertoppen heen. 5 seconden terug. Vervolgens vingers naar de zijkant. Weer 3 keer. 10 seconden naar links. 10 seconden naar rechts. Daarna vingertoppen naar achteren wijzen. Handpalm op de grond. 10 seconden. 5 seconden terug. Vervolgens beginnen we weer bij het begin. Alleen in plaats van je vingertoppen helemaal plat te houden, of je vingers helemaal plat te houden, wil ik nu dat je probeert om in de grond te knijpen. Okay? Dus je probeert die vingertoppen op de grond te houden, alleen komen je kootjes omhoog. Hetzelfde idee. 10 seconden heen, 5 seconden terug. Keer 3. Hetzelfde idee. Naar de zijkant. Eerst knijpen. 10 seconden de ene kant op. 10 seconden de andere kant op. Keer 3. Vingertoppen naar je toe. Eerst knijpen. 10 seconden. 5 seconden terug. Keer 3. De polsen zijn goed opgewarmd. Gaan we nu de schouders en de core eventjes goed opwarmen. We gaan Tabata rondje doen. 8 keer, 20 seconden werk, 10 seconden rust. We doen 4 oefeningen. Dus die 4 oefeningen doen we allemaal 2 keer. We beginnen met de bear crawl. Handen recht onder je schouders. Op je knieën. Knieën net van de grond af. En dan gaan we 20 seconden lopen. Focus. Armen helemaal gestrekt. Daarna gaan we de crab walk doen. Dus je hebt 10 seconden rust genomen. Volgende 20 seconden crab walk. Dus andersom. Handen onder je schouders. Voeten naar voren. Heup omhoog. 20 seconden. Naar voren lopen. 10 seconden rust. Daarna gaan we naar de walk-up push-ups. Dus we gaan breed staan. Tik de grond aan, loop naar voren. Push-up. Loop naar achteren. 20 seconden, 10 seconden rust. En daarna gaan we naar de bear walk. Hetzelfde beginnen, breed gaan staan. Handen iets verder naar voren. En nou ga je dus proberen om je rug mooi recht te houden. En om te stappen. Oké, we blijven bij de Tabata's. We gaan nu alleen geen 20 seconden werken en 10 seconden rust. Maar we doen 30 seconden werk, 20 seconden rust. 4 oefeningen, 2 rondjes. We beginnen bij een lage plank. Ellebogen op de grond, heen en naar achter. Ellebogen recht onder je schouders. 30 seconden vasthouden, 20 seconden rust. Daarna gaan we van laag naar hoog en van hoog naar laag. En wissel om. Van kant. 30 seconden lang. 20 seconden rust. Daarna beginnen we bij een hoge plank. Voeten weer naar achter. En dan gaan we proberen je gewicht van de ene naar de andere kant. 30 seconden. Daarna hetzelfde. Heel belangrijk. Gewicht verdelen naar de ene kant. Dik schouder aan. En andersom. 2 rondjes. Oké, tot nu toe allemaal planks gedaan. We gaan nu naar de pike. Is al veel meer de vorm die je wil hebben met je handstand.
Tot nu toe, plank, lichaam is helemaal horizontaal. Nu zetten we straks onze handen neer en proberen we dat bovenlichaam boven onze handen te houden. Je benen mogen vervolgens op een box of een bankje of een stoel. Gaan we weer 30 seconden werken, 20 seconden rust, 4 oefeningen, 2 rondjes. Allereerst doen we de halt, pakken we een bank bij, voeten gaan op het bankje, kont gaat omhoog en je probeert zo recht mogelijk boven je handen te staan. 30 seconden vasthouden, 20 seconden rust. Daarna gaan we proberen van links naar rechts. Gewichten verdelen. Daarna 30 seconden gewicht verdelen, schouder aantikken. Lukt dat heel goed? Gaan we lopen. 3 keer naar links. 3 keer naar rechts. 2 rondjes. Zet hem op. Oké. Vervolgens gaan we naar de muur. We beginnen elke keer met een walkline. Oké. Dus je ligt op de grond. Loop tegen de muur op. 30 seconden oefening. Loop je weer terug. 20 seconden rust. We gaan opbouwen naar een vrij moeilijke met je schouders aantikken. Lukt dat nog niet? Is niet erg. Ga je er gewoon eentje terug. Oké. Eerste is alleen een wall climb. Dus je loopt tegen de muur op. 30 seconden vasthouden. Dan loop je terug. 20 seconden rust. Weer een wall climb. En dan ga je je gewicht verdelen. Van de ene naar de andere kant. Lukt dat goed? Is nummer 3. Met je schouders aantikken. Acht rondjes. Van 30 seconden werken elke keer. En kijk hoe ver je kan komen. Vervolgens gaan we weer tegen de muur. Alleen met een kick-up. Wederom 8 rondjes. 30 seconden. Eerst omhoog gaan staan. 30 seconden vasthouden. Gewicht verdelen. 30 seconden schouders aantikken. En als je kan, heupen aantikken. Dus, heb je nog nooit een kick-up gedaan? Ongeveer onderarmlengte afstand. Zet je je handen neer, recht onder je schouders. Eén been hou je op de grond, andere been schop je omhoog. Andere been komt erbij, 30 seconden vasthouden. Ben je daar al goed in, mag je gewoon een kick-up proberen. Dus vanaf staan, hier vandaan zoek je de plek uit waar je handen neerzet. Benen komen erbij. 30 seconden vasthouden. Op deze manier goed blijven duwen. Houd vast. 20 seconden rust. Daarna gewicht verdelen. Om en op. Ben je daar heel goed in? Schouders aantikken. Heel belangrijk. Altijd blijven duwen vanuit je schouders. Oké? Dus niet gaan hangen. Altijd blijven duwen. Ellebogen niet gebogen. In het slot. Oké, kijk hoe ver je kan komen. 30 seconden werk. 20 seconden rust. Zet hem op. Oké, daarna gaan we vrij staan. Heel belangrijk wat we net gedaan hebben met die vingers. Als je je vingers neerzet, dat je probeert te knijpen. Ellebogen in het slot. En constant vanuit je schouders blijven duwen. Dus niet gaan hangen. Ellebogen niet gebogen. Tenzij je uiteraard moet corrigeren. Oké, dus zoek een plek uit. Je mag uiteraard eerst zo beginnen. Eén been op, andere been volgt. Of vanuit staan. Ongeveer schouderbreedte. Zet je been neer. Arm bedoel ik. Vervolgens constant proberen te corrigeren. Acht rondjes. Zo lang mogelijk blijven staan. Maakt niet uit hoe lang dat is. Uiteindelijk is het doel natuurlijk handstand walks. Dat kan je gaan oefenen thuis of in je tuin of op een pleintje. In de progressieoefeningen die we net hebben gedaan, weet je waar je ongeveer blijft steken. Hamer daarop dan. Oké? Dus die oefening waarvan je weet, daar heb ik het super moeilijk mee. Ga hem oefenen. Het is vooral het gewicht verdelen. In je handstand hold wilde ik dat je je vingers recht naar voren had en dat knijpen.
Ga je lopen, is het goed om iets naar buiten te draaien. Okay? Kan je wat makkelijker je gewicht naar achteren of naar voren te verplaatsen. Zonder dat je die limiet in je pols merkt. Zodra je dus iets meer naar buiten gaat, kan je wat makkelijker over je vingertoppen heen jezelf laten vallen. En daar als het ware achteraan lopen. Constant dat gewicht proberen te verplaatsen naar voren. En dan loop je als het ware achteraan. Zet hem op. Succes met oefenen. Jullie kunnen het allemaal. Zolang je het maar heel veel oefent en probeert. Heb je er hulp bij nodig, film het. Stuur me een filmpje op. mark@crossfit.pumrent.nl. En dan zal ik je proberen wat tips te geven. We hebben lekker geoefend, jongens. Zet de muziekje op. Het is prachtig weer buiten. Ga in je tuin zitten. Stuur me een filmpje op. Laat me zien hoe het gaat. En dan kan ik je misschien een beetje helpen. Doei!